Jeroen, ik hoor dat jullie een concert gaan geven, een heel bijzonder concert mag ik wel zeggen. Ja, dat klopt. We hebben op 8 december, vrijdagavond 8 december, een concert in de Bonifatiuskerk in de Geukerdijk in de Haaksbergen in de Veldmaat. En daar gaan we een concert geven, een kerstconcert, een winterconcert, wat nog eigenlijk nooit voorgekomen is in Haaksbergen. En het bijzondere daarin is dat we, natuurlijk omdat Match daar is, maar de andere kant ook omdat er een Syrisch koor is uitgenodigd, die ook klassiek Syrische kerstliederen zal zingen. Kijken af en toe, hè? De dirigent is Elias Mousaki. En dat is een Syriër die zijn muziekopleiding in Aleppo heeft gevolgd. Tussen volgens mij 88 en 98. En daar heeft hij uiteindelijk ook aan de universiteit gewerkt. Hij heeft zijn titel als muzikale maestro gehaald. En hij heeft daar in een andere stad, Hasaki geloof ik, heeft hij het allergrootste kerkkoor daar opgezet. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. En in 2000 is hij naar Nederland gekomen. En toen dacht hij, nou ja, ik moet verder met die bijzondere muziek. Want die dateert al van 3500 voor Christus, de taal die ze zingen. En toen heeft hij het Mor Afrem koor opgezet. Nou, wat Mor betekent volgens mij Sint. En Afrem of Efrem is een van de kerkvaders die heel lang geleden al, het was gebruikelijk in de Syrische Orthodoxe Kerk dat er niet gezongen werd. En zeg maar in de oudheid, en de priesters en de bezoekers, het volk, zong niet. En op een gegeven moment dacht deze man van, volgens mij moeten we deze prachtige teksten maar eens op muziek gaan zetten. En dat is eigenlijk de muziek die deze mensen op 8 december gaan brengen. Op wat voor manier gaan jullie dat een beetje matchen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja, dat is een goede vraag, want het is natuurlijk een ongelooflijk contrast. De pop en musical van Match en dan de Syrische klassieke muziek van Mor Afrem, of Sint Afrem koor. Nou, we hebben afgesproken dat het koor, het Mor Afrem koor, voor de pauze zal zingen. Of dat er een wissel komt en dat we daarna Match zullen doen, die ook nog een klassiek stuk zal zingen. En aan het eind gaan we gewoon samen staan en gaan we één of twee stukken ter afsluiting samen doen met koor en de muzikanten die erbij zijn. Jij hebt zelf ook diverse koren geleid, hè? Ja, dat klopt. Ik heb in de regio flink wat koren begeleid. En geleid ook, ook als pianist en als dirigent. En op een gegeven moment was het zo moeilijk te combineren met de werkzaamheden die ik had en nu op dit moment ook nog heb, dat ik een keuze moest maken. En Match is een koor wat ik op 21-jarige leeftijd gestart ben. Dus 22 jaar geleden. Dus ja, dat is zo'n kindje die, ja, dit voel ik me gewoon thuis. En dat moet gewoon ook blijven, voor zolang het gaat. Ja. En het is ook wel, Match is ook een bijzonder koor. Dat je toch met jonge mensen en ook met pensioengerechtigden samen mooie muziek maakt. En dat werkt allemaal prachtig samen. En, ja. Dat is mooi. En hoe het gekomen is, ik werk op conservatorium, dus nu op dit moment hoofd van de opleiding docent muziek in Enschede en de theorieopleiding. En ik heb een collega op de administratie, Maria, en die zei, Jeroen, ik heb een koor. Ik zei, nou wat leuk, ik heb ook een koor, wij gaan wat samen doen. En dat was een aantal weken geleden. En toen heb ik gezegd, ik wil heel graag met jullie een kerstconcert doen. En wanneer zou dat kunnen? Nou, dat wordt dus 8 december. En soms kom je elkaar tegen en dan vind ik, je moet eigenlijk ijzersmeden als het heet is. En dat was op dat moment. Ja. Maar dan is het wel allemaal heel kort dag en jullie repeteren niet samen? Nee, we repeteren niet samen. We zullen op de dag zelf de gezamenlijke stukken doen. Zij hebben de partijen van mij gekregen. En Match doet ieder jaar, of iedere 2 jaar, een heel groot kerstconcert. Dus het zit nog wel in het systeem van het koor. Het is veel ophalen en afwerken van muzikaal materiaal. Zij zijn al een aantal maanden aan het voorbereiden. Dus het kan niet anders dan prachtig worden. Oh.